Ik heb gehoord van, dat je nu vanaf de Groene Banaan zogezegd in de tunnels zou kunnen, vanaf je oprit. Ik vroeg mij af dat er iets verandert aan de plannen die eigenlijk gemaakt zijn van over de Rijn, in verband met overkappingen, met de bermen die opgehoogd zouden worden. En ik vraag mij ook af of dat er al plannen van gemaakt zijn, zodat je dat een beetje visueel kunt zien, want ik kan me dat niet helemaal alles bij goed bij voorstellen. Er zijn vandaag geen plannen. Het is wel duidelijk dat er aan die plannen gewerkt wordt. We willen er al volgende aan het starten zijn en dat begint met de rijstrook, configuratie, het aantal van rijstrook, de afstemming daarvan op de cijfers van daar juist. Wat het vanmiddag nog over, wat zijn de mogelijkheden om die aan te sluiten, links en rechts, van voor, langs achter, langs onder, langs boven. Van zodra daar meer resultaten van zijn, gaan we die zeker tonen. Die gaan ook zeker op de werkbank op tafel komen. Dus dat is voor de komende maanden werk aan de winkel. Hoe verandert dat iets om die plannen van over de Ring? Ja, excuus. Verandert dat iets aan de plannen van over de Ring? Onherroepelijk een beetje wel natuurlijk. De plannen van de Ring zijn getekend op de wedstrijd wat de Zuidelijke Ring betreft, op het oude plan van de Noordelijke Ring. Als dat natuurlijk in ondergrond verandert en dat heeft effect op de bovengrond, dan zal er ook aan die plannen gesleuteld worden. Daar worden de ontwerpteams verder voor ingezet. Ik denk dat het in die zin ook wel belangrijk is om, en de mensen dat ook gevolgd hebben wel gezien, er ontzettend veel en interessante ideeën ontwikkeld in dat hele traject. Is dat dan verloren? Vooral niet. Ik denk dat dat als referentie, als beeld, als concepten heel sterk kan meegaan, maar dat dat op een aantal plekken nog wat nog een wijzigingen kan zich meebrengen, omwille van een andere ondergrond. Dat is een beetje onvermijdelijk gevolg, waar we eigenlijk toe wisten. We wisten dat we werken op een ondergrond die nog niet helemaal gedefinieerd.